Het is dag 2 van de Eredivisie Zeilen in Nederland. 18 clubs strijden nog steeds om de landstitel. René Groeneveld, jij zit naast me. Wat zie jij op het water gebeuren? Wat verwacht je vandaag? Het wordt een tricky dagje, want er is niet veel wind voorspeld. En zeker in de middag gaat hij ook nog afnemen. Dus de lichtweergoden gaan het denk ik vandaag wel winnen. De tactiek is om met de wind mee over de baan te gaan en daardoor ook hard blijven gaan. In één weekend varen we 45 wedstrijden, vlak bij de wal. Dus alle zeilers komen uitgebreid aan bod op 6 identieke boten. Goed te volgen voor iedereen. Voorlopig hele goede reacties van de zeilers en van de omstanders, hoe gaaf het is. Maar wat ook veel belangrijker is, dat je dat thuis kan volgen. Op je mobiel, op je iPad kun je die wedstrijden volgen met een tracker. En die tracker komt van SAP. SAP levert ons dat, die levert de hele analytische data rondom die wedstrijd. Die hebben kleine mobiele devices op de boot liggen, die geven signaal af, weet je precies waar ze zijn. Je kan de race perfect volgen, perfecte analyses, je ziet hoe hard de wind waait, wie het goed doet, wie het slecht doet. En je hebt gelijk live de uitslag te pakken. Er is geen wind, dus de wedstrijd werd afgebroken. Dus nu moeten we even wachten op wind en dan gaan we weer de plas op. Lunchen, eten. Ja, hoop op wind. We hebben vandaag één potje gevaren. Helaas de slechtste pot die we tot nu toe gevaren hebben. En wij wachten echt met smart op de volgende pot. We hopen dat die vandaag nog komt en anders gaan we morgen er gewoon weer vol tegenaan. Er staan nu 6 in het klassement en we willen toch echt wel weer die top 5 in. Dus hopelijk komt dat morgen goed.